Ik sta hier voor het hippiecentrum in Hattem, waar vandaag een klein dierenshow wordt gehouden. Wat het inhoudt weet ik niet precies, maar ik heb me laten vertellen dat ontzettend veel konijnen en allemaal kleine diersoorten zijn. Die worden gekeurd, die worden getest. Ik weet ook niet wat ermee gedaan wordt, maar daar gaan we nu even naar kijken. Ik sta hier naast Wim Krooshof. Wim, wat is jouw taak precies hier vandaag? Nou, in de eerste plaats ben ik lid van de vereniging Nut en Sport Wezep. Die organiseert elk jaar zo'n show als deze, de IJsselvliet Show. Daarvoor is een speciaal bestuur ingesteld, organiseert een comité zeg maar, en daar ben ik voorzitter van. Ja, en wat gebeurt er hier allemaal? Ik zie konijnen, kippen, duiven, van alles. Ja, je kunt een soort schoonheidswedstrijd noemen van konijnen, kippen en sierduiven. Ja, dan zie ik er heel wat staan. Is er elk jaar zoveel of verschilt dat per jaar nog weer? 550 is ongeveer het aantal wat we vast hebben. Vorig jaar hadden we 552 dieren, dit jaar 551. Dus wij zeggen van hetzelfde aantal. Ja, en hoeveelste jaar is dit plaatsvindt? 23e keer. 23e ja. Keer? Nog twee keer dan hebben we een jubileum. Ja, ja, nou dan komen we nog weer terug. Nou, ik zie hier van allerlei kleine beesten staan. Maar ik wil eerlijk zeggen dat ik echt een leek ben op het gebied van kleine dieren. Wat kun jij laten zien wat echt bijzonder is? Ik vind het lastig om te zeggen wat nou bijzonder is, want iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur. Maar hier zitten wel een aantal rassen die echt heel bijzonder zijn om te kijken, die je niet overal ziet. En waar je echt een liefhebber van moet zijn. Nou, dat zijn bijvoorbeeld, sinds een aantal jaar hebben we de Cerama, dat is een heel klein, leuk, aaibaar kippetje. Daar hebben we een stuk of 10 van zitten hier. Je had het over een aaibare kip. Wat is het verschil met deze kip en met de gewone huis, tuin en keukenkip? Ja, ik doe mijn best, ik ben geen keurmeester. Eigenlijk moet je dan keurmeester zijn om het antwoord goed te kunnen geven. Maar men zegt dat je deze dieren zo op de hand kunt houden dat ze heel lief en zich heel makkelijk aan laten halen. Het zijn inderdaad hele aparte kippen, hè? Ja, we noemen ze kippen. Het zijn Cerama's. Ze horen niet officieel bij de hoenders, maar ze lijken erg veel op een kip. Cerama's. Ja, Cerama's. Wie heeft wat geleerd? Ik zie hier iets echt dat ik nog nooit gezien heb. Dit is geen gewone kip. Het is een kip, maar het is een vechtkip. Zoals die vroeger werd gehouden om wedstrijden te organiseren. Dus degene met de sterkste haan die won dan de prijs. Tegenwoordig in Nederland doen we dat zeker niet op die manier. Er zijn misschien een paar liever, maar wij showen ermee. Wij laten gewoon zien hoe zo'n dier zijn fraaiste kenmerken toont. We staan nu bij een heel ander soort kip. Ja, dit is een zijdehoen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen het is een kip die geen veren heeft, maar haren. Ja. Het is heel fijn. En het aardige is, deze, dat zijn zijdehoenders met baard. Niet alle zijdehoenders hebben een baard. Dus ook een duidelijke bevedering onder de snavel. En wat je hier bovendien ziet, ik zie hier dieren in drie kleuren. Ja, en dat is nogal kenmerkend voor heel veel rassen die er in veel verschillende kleuren zijn. Ja. Maar deze is er dus in wit, in zwart en in de bufkleur. Ja, we hebben net een paar grote kippen gezien. En ik zei al, er zijn grote kippen en kleine kippen. Dit noemen we dan officieel de dwerghoenders. En dit is de mooiste dwerghoender, is een Antwerpse baardkriel. Een hoe? Een Antwerpse baardkriel. Die zijn er in verschillende kleuren en hier zit een prachtig glanzend zwarte kip. Ja, en die is ook de eerste prijs en dan moet ik daar die meneer... Die is van meneer Puttestein, ja. Klopt. Van meneer Puttestein. Meneer Puttestein. Echt goed hoor. Egbert Puttestein. Waarom is... Mag ik ook jou zeggen dan? Ja, dat is net zo makkelijk, hè? Ja hoor. Waarom is jouw kip de kip? De kampioen bedoel ik. Dat bepaal ik natuurlijk zelf niet, maar de keurmeester. Nee. En die hebben met z'n allen uitgemaakt dat dit de mooiste van de show werd vandaag. Nou, het wordt eerst op het bouw en type gelegd van de kip. Of die volgens de standaard is. En dan gaan ze onderdeel voor onderdeel wordt die bekeken. Eigenlijk de ogen, de kam. En de glans van de veren, de breedte van de veren wordt bekeken. Zijn staatdracht, eigenlijk alles. En hoe ben jij zelf met die kip bezig om hem zo te krijgen? Krijgt hij apart voeren? Nou, ze lopen, ja, ik heb ze in de wei lopen, dus daar krijgen ze natuurlijk, kunnen ze heel veel ophalen. Maar wat we voor shows altijd doen, is altijd wassen. Wassen? Ja, dus de kippen worden gewassen. En dan worden ze afgedroogd, gefeund. Het baadje wordt een beetje opgefeund eigenlijk. Dus dat is eigenlijk van belang. En een beetje opgepoetst met schapenwol. Opgepoetst met schapenwol? Ja.
Oké, waarom? Schapenwol is een beetje vettig. Ja. En als je dat met een droge doek na, dan gaat hij mooi glimmen. Dus ja. Hij glimt inderdaad heel. Ja. En gewassen, hoe wassen? Ook nog met speciale shampoo? Nee, ik was hem altijd in badzout. Badzout? Badzout. Dus het is met name van belang dat die veren even nat worden. Echt goed nat worden. En die, die drogen dan later weer mooi op. Dat ze niet droog zijn. Dus het is in de emmer, afdrogen, een nachtje in de kist. Ja. En dan de volgende morgen in de kooi. En dan mag die daar helemaal droog worden. Ja. Ja. E-I-E-I-O, an honest man who had some chicks. E-I-E-I-O, there's a chick chick here and a chick chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick chick. Old MacDonald. Dit is het zebra konijn. Die wil geen paparazzi. Nu is dat gezeur allemaal zat, zou ik ook zijn. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O, an honest man. Hoe is jouw naam? Emma, wat een mooie naam. Kom even iets dichterbij, anders ben ik zo groot. Wat vind je hier nou de mooiste beesten? Opa's konijn. Ja, dat dacht ik al. Ik zag je net staan bij het konijn. Hè? Ja, die had gewonnen, hè? Ja, en dan sta je bij die kippen. Hoe vind je die? Die vind ik wel dik. Die vind je dik? Ze zijn ook echt heel groot, hè? Ja, heb je gehoord? Ik wil niet hebben dat je haar haren te zaaien. Dat je dik vindt. Ja. Ze willen me pikken. Dan gaan we gewoon even hier staan. Hey, en wat vind je nog meer mooie beestjes hier? Die konijnen. Die konijnen, die grote of die kleintjes? De kleintjes. De kleintjes. De grote zijn de grote knuffelbeesten, vind je niet? Mooi dat ze grote konijnen hebben? Nee. Nee, hè? Zwaai mijn keer naar de camera. Doet je dat? Ja. Doei. Zullen we samen doen? Doeg. Ik zwaai alleen. Gaan we zwaaien? Ik sta hier naast Nick. En Nick, jij hebt een prijs gewonnen vandaag. Ja. De eerste prijs. Ja. Met je duif. Ja. Deze. En waar wordt er op gelet bij de duiven? De chabot. Dit is de chabot. Ja. Het kapje. Ja, en waar let men op het kapje? Moet hij hier rechtop staan? Moet hij een scheiding naar links, een scheiding naar rechts? Hij moet ongeveer zo staan. Deze beker heb ik gewonnen. Ja. En dit is de eerste keer dat ik meedoe aan de IJsselvliet Show. En direct gewonnen? Ja. Ja. Ga je vaker meedoen? Gang, wat hier. Alle konijnen die zijn vandaag gekeurd door 5 keurmeesters. Elke keurmeester maakt zijn beste konijn uit. Die komen dan op tafel. En de hoofdereprijzenjury bekijkt dan die 5 konijnen en die zegt van welke is de mooiste. Dat is een heel mooi konijn, die heeft gewonnen. De mooiste van alle konijnen en die heeft het predicaat uitmuntend gekregen. En de eigenaresse van het konijn staat naast mij. Wie bent u? Ellie Beekamp. Waar letten ze op bij de konijnen? Nou, of die een mooie vacht heeft, of de oren de goede lengte hebben, de goede kleur, of die mooi geblokt is. En ja, en dat had hij allemaal. Heb je meer konijnen thuis of zegt u bewust van nou nee, 1 konijn? Nee, we hebben, want er zitten er hier 5. En we hebben er denk ik een stuk of 12, 13. En dan hebben we nog wat zilvervassen. En dan direct een hele mooie prijs. Ja. Dus volgend jaar weer mee. Ja, maar ja, dat red je denk ik niet zo gauw meer. Maar dat is toch een mooie als je hem nu hebt. Hoe krijg je het konijn zover dat hij de eerste prijs wint? Waar letten ze op? Ze letten op dat de vacht mooi. Kijk, dat hij mooi terugvalt en dat er geen. Dat hij niet te ruw is. Ja. En niet te lang. En de oren die moeten 9 centimeter zijn. Dus bij deze is dat ook perfect. Waarom moeten de oren 9 centimeter zijn? Dat hebben ze bepaald met de club. Oké. Dus. Nou, en dan kijk, de onderkleur. Die moet mooi donker zijn. Ja. En dat heeft deze ook. Dus ja, hij heeft eigenlijk alles mee wat dat betreft. En hoe krijg je dat voor elkaar? Morgens krijgen ze een bakje met voer. Kijk, als iemand een konijn thuis heeft, dan is het vaak, gooi maar in. Maar ze krijgen gewoon. Een bepaalde hoeveelheid en dan ook sportvoer wat daar geschikt voor is. En 's middags om 4 uur krijgen ze een halve wortel. Nou, dat vinden ze helemaal geweldig. En dan krijgen ze nog soms wat muesli erbij. Nou, en dat krijg je de mooie kleur mee. Ja, dan krijg je dit resultaat mee. Ja. 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 Waarom heb jij je kip op de arm, Haan? Kip?
Nou, ik wou even juist iemand anders even laten zien hoe ik ze precies fok en waarom. Nou, kun je dat ook voor de camera laten zien? Nou ja, even zeggen wie je bent. Ik ben Naomi van den Brink, ja? En ik ben jeugdlid bij Nut en Sport Wezep. Nou, dit is een orpington, goudgeel zwart gezoomd. Ja. En de bedoeling is dat je juist een hele strakke omzooming om de veren moet fokken. En dat is heel lastig, want sommige ontbreken de omzooming en deze is aardig goed gelukt. Aardig goed gelukt, dus ja. Het is er nog niet helemaal, maar hij is op de goede weg. Ja, ik ben inmiddels al 2 jaar bezig om hem zo te krijgen. Waar komt je interesse vandaan om dit te doen? Mijn opa heeft vroeger konijnen gefokt en nu... Op een gegeven moment zijn we begonnen met gewoon een leuke paar kipjes om het huis heen. En op een gegeven moment kwam ik bij de pluimveevereniging. En zodoende ben ik erin gerold. Wat leuk. Ja. Nou, succes verder. Dankjewel. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick, chick here and a chick, chick there. Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick. Old MacDonald had a farm.